Bulls en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik even langs Bitcoin en Luna en wellicht neem ik ook even de dollar mee. En ik neem Luna mee omdat er natuurlijk heel veel gedoe om is en het maakte gewoon een mooie move. Dus uiteindelijk wordt leven in de crypto. Voor de rest is de crypto een beetje dood en ook andere financiële markten. Dus laten we er gelijk induiken. Voor als je nieuw bent, ik upload iets van 4 tot 5 video's per week alles over crypto. Mijn kijk erop. Ik zit zelf al vanaf 2013 in de crypto te traden en te investeren. Ook goede opleidingen gevolgd in Amerika met een goede Amerikaanse gozer die al 35 jaar ervaring had in de Forex. En die is zich gaan specialiseren in crypto. En zodoende heb ik daar heel veel van geleerd. En ik hoop dat gewoon met jullie te kunnen delen. Ik deel niet alles. Want dat wil ik gewoon bewaren voor mijn website. Maar ik deel wel heel veel en ik hoop er gewoon een goede kijk op. Dus vind je dat leuk? Zeker een dikke like geven. Dat helpt mij enorm en dat waardeer ik ook enorm. En ben je nog niet geabonneerd? Kijk de video dan even af of wat andere video's. En vergeet daarna niet te abonneren als je het leuk vindt. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. En laten we beginnen met, niet Bitcoin, laten we gewoon eens beginnen met Luna. Ik kom straks terug op Bitcoin. Laten we gewoon heel even beginnen met Luna. Luna die maakt dus een move van, laat het gewoon even meten en dan voor ons houden. Want je springt hier weg. Hier zie je dus eigenlijk dit geld is heel belangrijk. Want hier spring je weg en kom je al niet meer terug. Maar deze move, die zorgt ervoor eigenlijk dat je uit deze sideways move breekt. Dan weer deze move, die je hier hebt, die breekt weer uit deze hele lange sideways. En vanuit hier maak je dan ook een move van de afgelopen dagen 240%. Daarvoor vind ik crypto leuk. Niet dit soort coins, want het is gewoon een rotcoin. Dit is echt een shitcoin. En ook al denk je dat je hier heel veel mee kan verdienen, besef gewoon dat deze coin heel veel waard is geweest. Laten we dat eerst laten zien. Want als ik mijn grafiek op één dag zet, of dat nog niet eens, als ik mijn grafiek op automatisch zet en dan op een 4 uur, dan zijn we helemaal verdwenen. Want je ziet, we zijn gewoon, hier is het heel lang. En Luna was een van de weinigen die gewoon door bleef knallen, die nieuwe all-time highs bleef maken. Dat deden heel veel coins niet. Dus eigenlijk was dat al een beetje shady. Maar goed, dan zie je dat de coin meer dan $100 waard is geweest. Nu zit je op een 1/3 van een cent van een dollar. En je moet gewoon, of nog niet eens, want je bent bij 2,4 tienduizendste van een cent. Excuses. Dus als we ooit hier natuurlijk, ik heb het over squares en zo, maar dit is meer, hierin moet je gewoon heel veel leren. Tenminste, daarom neem ik ook mee, want je kan hier heel veel uit leren. Niet zozeer, ja, dat je hier heel veel geld mee kan verdienen, maar wel dat je misschien er wat mee kan doen en dat je er wat ook uit kan halen. Want voornamelijk wil je hier gewoon geld uithalen. En besef ook dat heel veel mensen, heel veel anderen dat ook willen. Waarom iets stijgen, moet je eigenlijk nooit naar kijken. Je moet van tevoren gewoon een plan hebben en jouw plan is leidend. En dan bedoel ik niet dat je een plan hebt van ik wil volgende maand 1000 euro of 2000 euro verdienen. Nee, het moet gewoon een plan zijn. Waar koop ik? Waar wil ik verkopen? Waar pak ik winsten? Waar pak ik verlies? Of waar ga ik break-even eruit? Dat moet gewoon in je plan staan. Eigenlijk simpeler dan dat kan het niet. Maar het is in de praktijk nogal moeilijk. Want als je naar beneden gaat, is de wereld waardeloos. En dan word je dus ook heel bang gemaakt. Tenminste, dat proberen ze. En als je in de toppen bent, dan kan het niet mooier. En dan moet je altijd door blijven kopen. Zelfs nadat het een 240% is gestegen. Gaan mensen hier gewoon nog steeds kopen. Daarvoor blijft die prijs hier groeien. Ongelooflijk natuurlijk. Want hoe ik hiermee omga, ik doe hier gewoon een klein deel in. Ik laat het links liggen. Want ik zie dan op een gegeven moment op een dag dat er heel veel commotie op is. En dan kijk ik op mijn portfolio en dan zet ik geen eens verkooporders. Nee, ik verkoop gewoon. Als je hier al gewoon een move hebt. En stel dat je hier, want hier heb je dus eigenlijk gewoon iets van 2 maanden om te positioneren. Ik zal hem niet helemaal vanaf beneden halen, maar gewoon vanuit hier. Dus dan pak ik een beetje midden van hier, waar je 2 maanden tijd aan. En dan spring je in 1 dag hier naartoe. Heb je 47% gemaakt? Pak ik gewoon winsten, maakt mij niet uit. Pakken ze in ieder geval niet meer van me af. Kan ik er een stukje in laten zitten? En dan op zich dat stukje erin laten zitten, zet ik met een stop los. Het liefst onder deze low of iets lager. En als we dan niet meer lager gaan en we springen weg, blijf ik met een stukje erin zitten. En dan springt hij in 1 keer veel verder weg. Gaandeweg, ik pak gewoon winsten wanneer ik tijd heb. Want ik weet dat dit een shitcoin is. Ik weet dat het een unsustainable move is. Ik weet dat het van een $100 naar een 1/3000ste van een cent is. Dus ik pak gewoon de hele tijd winsten en zet eronder weer een stop los. Voor mocht het niet verder naar beneden gaan, pak ik weer. Of tenminste, blijf ik weer met een stukje inzetten. Neem aan dat ik hier best wel veel winst heb gepakt. 40% misschien van die positie.
En dan ga ik gewoon verder. En dan pak ik de rest van die posities weg. En dan hier laat ik waarschijnlijk, of tenminste hier heb ik gewoon een 10% erin laten zitten. Van de positie die ik hier had. Ik kon geen add-on doen, want het geeft geen mooie retrace of geen mooie correctie. Dit is eigenlijk de eerste correctie. En het raakt een belangrijke VIP. Nu zijn deze VIPs moeilijk te vinden en moeilijk te meten, omdat die prijs zo snel gaat. Maar je kan er wel wat mee. En dat bedoel ik met het stukje, hieruit kun je echt wel wat leren. Want waar haal ik die VIPs vandaan? Ik haal die VIPs vandaan waar we hier eigenlijk na alle drama en alle negativiteit vinden we hier een bodem. Een tijdelijke bodem, denk ik. Want ik denk dat het ding echt naar nul gaat. Als het goed is. Want zo iemand als die Doquan was het volgens mij, dat verdient gewoon eigenlijk helemaal niks. Die mensen die hierin geloven en hier hebben geïnvesteerd, die verdienen het allemaal zeker. Maar dat die andere, zo'n Kwon, die mag dat niet verdienen. Maar hier vind je dus een bodem. Je springt in één keer weg. Ik kan me nog herinneren dat het in één dag iets van 1000% was. Hier spring je omhoog. 1600%, maar ja, dat is echt van de bodem tot en met de top. Maar 1600%, omdat je die bodem vindt. Dus hier zit wat. Dan vind je hier weer een soort van top. Als ik daar iets die. Zelf moet je daar ook dieper. Ik vind dat in een 15 minuten soms of een 30 minuten bij dit soort gekke coins. Maar dan is het dus vanuit deze candle dat het echt naar beneden valt. Want hier blijf je nog een beetje in die top hangen. En hier ga je ook wel naar beneden. Maar in dit stuk, omdat ik om 2 uur zit, zie je niet de candles dat je naar beneden gaat, naar boven gaat, naar beneden gaat, naar boven gaat. En hier heb je dan op een gegeven moment die candle die hem echt naar beneden drukt. Dus hier komt het geld eruit, of hier gaat het geld eruit. Of dit geld beslist gewoon dat we veel verder naar beneden gaan. En dan blijf je dus een tijd hangen. Maar vanuit daar meet ik dus en dan kwam ik met deze targets. En die targets heb ik ook uit mijn vorige video. Dat is echt volgens mij een paar maanden geleden. Maar daaruit kun je dus ook deze target halen. Ik denk dat die video denk ik hier ergens is geweest. Want toen was er weer commotie om. Als het dan weer een move maakt van 185%. Dan hoor je iedereen erover over hebben. En dan gaan mensen kopen. Kopen mensen vaak. En dat ga je echt merken als je langer in de crypto of in de financiële markten zit. Dat mensen, bijna iedereen koopt in dit stuk. Kopen, kopen, kopen. En dan is het eigenlijk al afgelopen. Want daarna ga je dus maanden sideways en heel veel gaan dus onder water. Want je springt wel die 185%. Maar je daalt hier ook weer vanaf die top. Een 46 tot en met deze week en wellicht nog eronder. Maar in ieder geval weer de helft van je geld kwijt. Als je hier zit, is het 30% kwijt. Maar in ieder geval goede drop, waardoor mensen bang worden. Of tenminste een stop los raken, als ze een stop los zetten. Probeer mensen gewoon een beetje eruit te halen. En dan blijft het dus heel lang sideways gaan, waardoor je misschien het ogen op verliest. Maar zoals ik al zei, je pakt winst, ik pak winsten. Ik laat er een stukje in zitten. Ik kon hier dan een stukje add-on doen. Maar in deze move krijg je nog helemaal niks qua add-ons. Want die ook weer hier, als je dat ook weer gaat vergelijken met elkaar, zie je eenzelfde soort gelijk toppingpatroon. Je ziet die move die uit het niets komt en één keer hier breekt en daarna schiet je door. Ik denk als ik dat iets duidelijker laat zien, dan hoop ik gewoon dat je die vergelijking ziet. Dat deze move er vergelijkbaar uitziet als deze. Hoeft niet te betekenen dat het hier nu klaar is, maar het kan dus een teken geven dat het hier dus wel klaar is, om het even makkelijk te maken. Je bent hier nog niet bij die blauwe moving average. Dit is die 0.68 waar ik dus in het begin over had, dat ik daar vanuit meten. Dan heb je de 0.236, waar ik heel belangrijk vind bij heel veel andere coins. Die 0.382 wordt hier finaal overgeslagen. Je schiet eigenlijk gewoon in één dag meteen naar die 0.68. En zo zie je ook weer, als je verkooporders daar gaat doen, dan mis je een stukje. En dat is niet goed voor je heldere beslissingen. Want dan ga je denken, ik heb wat gemist. Tenminste, hoef je niet te denken als je het zonder gevoel kan doen. Maar neem, ik heb dan wel een gevoel van, als ik hier vol mijn positie met de verkooporder automatisch eruit laat gaan. En ik ga er hier uit de mindset zetten en er springt in één keer toch nog een goed aantal percentage verder. Dan vind ik het rot, want dan had ik gewoon mijn rust kunnen pakken. Hier ook, ik heb hem nu op een 2 uur. Kijk hoeveel 2 uur candles hier zitten om winsten te pakken. En dan hoorde je een paar dagen geleden, ja dan springt het ding en dan valt Bitfavo helemaal stil. Dat heb je bij elke exchange wel. Als er te veel volume of te veel traffic komt nadat er dus maandenlang niks gebeurt. Besef ook dat servers daar worden op ingesteld. Bij bijna alle exchanges. En ik denk bij een Binance is dat gewoon super groot. Omdat het gewoon een super grote partij is. Maar goed, je hebt daar dus altijd wel dat stukje dat je kan vastlopen. Dus daarom pak ik ook nooit in die hypes en in die tijden winst of ga ik traden. Want het heeft op dat moment gewoon niet echt heel veel zin. Je wordt meer gehinderd door de drukte en door
alle technische problemen, dan dat je er iets leuks uit kan halen. Terwijl je dus eigenlijk in dit stuk, laten we even die tijd meten, hier heb je de eerste candle. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eigenlijk bij die 12e candle of bij die 13e candle ga je naar beneden. Maar dat is eigenlijk gewoon een hele dag waarin je hierboven hangt. Waarin je een beslissing kan maken om er wat uit te halen. Of wellicht er wat in te laten zitten. Of dat je er volledig in blijft zitten. Dat is allemaal aan jou. Ik hoop gewoon dat iedereen daar goede beslissingen in neemt. Denk ik dan nog dat het veel hoger kan gaan? Nee, want ja, het kan altijd hoger gaan dan ik denk. Want ik meet vanuit dit punt. Want hier val je naar beneden. Maar je hebt ook nog deze wick hier. Want dat is die 1600% tot en met... volgens mij was dat 2000 of 2200%. Ik ga niet meten, meet het wel. Maar als je dat plaatje meet, dan ben je dus ook bij een heel belangrijk target. En dit zou ik echt nog wel moeten fine-tunen. Ik heb meer op een kleine plaatje gezeten, omdat ik niet echt heel erg denk dat we verder kunnen. Maar je kan ook hier dit level nu breken. En je laat dus heel veel squares achter. Een stel om moves geeft vaak 80 tot 100% van die move terug. Dus het liefst wacht ik van weer met mijn geld hier. Maar het kan zomaar dit level nu breken, dat piercen, gekke piercen hier. En dan heb je hier de hoek, want je blijft hier support vinden nu nog eventjes. En dat je dan verder gaat naar die volgende target. Op die kleine targets ging je dus in één keer hier door naar die 0.68. Dus zo kan je meten, ik hou het liever iets realistischer en vanuit het geld wat er hier uitspringt, waardoor je door die bodem weer breekt. En nu kan ik die niet heel snel meer terugvinden. Maar in ieder geval probeer het zelf ook. Ik vind het een belangrijk level voor mezelf en weet wat je aan het doen bent. Probeer hier heel veel uit te leren voornamelijk. Dus als het hier straks in één keer wegschiet, probeer er ook van te leren. Want zoals nu pak ik mijn meeste winsten en laat ik er maar een 10% van die hele positie hierin zetten. Dat is een beslissing die ik neem. En neem ik bijvoorbeeld een besluit om alles er nog in te laten zitten en gewoon een stop los hieronder ergens te zetten. Dat die me sowieso er automatisch uit had als we naar beneden gaan. Dat is gewoon helemaal aan jezelf. Daarin kun je zoveel soorten beslissingen maken. Probeer daar gewoon voor jezelf altijd. Ik neem daar altijd voor mezelf gewoon snel genoegen mee. Ik probeer niet gierig te worden op dat soort momenten. Zeker niet als een coin meer dan 200% heb gegeven. Dat was even Luna, geen aanvraag. Ik heb trouwens wel hele leuke aanvragen voor dit weekend. Van Tom nog steeds heb ik Dot. Van Wouter heb ik Alpha. Van Blockhead heb ik Storm X. En van Matic en Matic. En dan ga ik waarschijnlijk ook nog langs Shiba, Dodge, QNT, SNX. En natuurlijk ook Ethereum tegenover Bitcoin. En Bitcoin tegenover Ethereum. Welke is er sterker? De Ethereum gaat natuurlijk nu nog 14 dagen of nog minder naar de merge toe. Dus dat is wel goed opletten. En de markten zijn nu nog steeds best wel dramatisch. Omdat de wereld nog steeds op de kop zit. Want nu ook bij Bitcoin blijf je nog steeds als sideways gaan. Er komt nog niet heel veel power in. En we gaan het weekend in. Dus vanavond of vannacht sluit ook de Amerikaanse markt. Maar dan sluit dus ook de dollar. En laten we even snel de dollar erbij pakken. Want het is toch gewoon altijd wel een mooie indicator. Van hoe sterk Bitcoin, maar ook hoe sterk financiële markten kunnen zijn. Je ziet eigenlijk gewoon waar het geld naartoe gaat. Want als die Bitcoin sterker wordt, als die dollar sterker wordt, dan betekent dat dus dat mensen heel veel naar de dollar toe gaan. Ik heb hem nu op een deling en laat ik me even iets groter doen. Want je blijft maar tegen die bovenkant aan tikken. Je blijft maar tik, 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 tik. Je komt er zelfs even boven. Als ik een klein tijdframe ga, dan zie je helemaal mooi hoe het door die lijn heen tikt. En laten we iets sneller gaan, kom op. Maar je ziet hem hier. We springen in één keer naar boven, zonder echt een goede retrace. Je raakt als eerste dit aan. Dan pierce je het, weer, goede retrace, reactie, piercen. Reactie, piercen. Reactie, piercen. Reactie, piercen. Reactie, piercen. En hier begin je nu door het resistance heen te breken. Dus je breekt het level, je test het level en ga met die banaan. Wij noemen dat de break, hook and go. Maar het is hier best gevaarlijk, omdat je zo hoog zit. Als ik hem even weer terug ga naar een daily, en ik toch steeds als ik video's opneem, dan gaat mijn internet of mijn computer doet andere dingen dan ik wil. Of het is gewoon trading view. Maar goed, laten we daar even geduld voor hebben. Als ik dan ga kijken naar die andere targets, en dan zie je dus altijd bij die, ik moet nog eentje verder, en dan lijkt het alleen maar langzamer te gaan naarmate de video vordert.
Dan zie je dus dat ik deze vanuit die oranje vips, want het is een heel lelijk plaatje. Ik probeerde hier wat van sparring te vinden met jullie, maar ik kreeg niet echt veel reactie erop. Dus laten we dat ook heel eventjes weghalen. Maar ik hou het wel in de gaten, want ik, ja, op zich ga ik daar geen erg in. Of tenminste, vond ik dat best wel een goede kijk erop. Hiermee kun je, of tenminste, hij zat gewoon goed. Want dan zie je ook dat je hier die 0.68 één keer, weer één keer springt in één keer daar naartoe. Twee keer piercen of erboven, rubber op rijden, piercen en nu ga je erboven. Ik zit nog steeds te wachten op die retrace. Maar zoals je ziet, het kan sterk te blijven houden. En daarvoor heb ik ook die tekening gemaakt. Want ja, je ziet gewoon wel gelijkenissen met echt ver in het verleden. En ik moet het eigenlijk nu even niet doen, want het wordt alleen maar erger hoe langzaam het is. Maar je hebt hier één grote gekke move. En dit is onvolwassener markt en we zijn nu veel verder. Dit is even kijken, 81 tot en met 1985. En we zitten nu in 2022 tegen 2023 aan. Dus ja, het kan zomaar een hele gekke move worden. En een hele gekke move is er waarschijnlijk omdat er best wel veel drama in de wereld nog zit. Denk aan recessie die er nog aan ligt te komen. Alle waarschijnlijkheid naar alle conflicten in de landen. Dat kan allemaal ervoor zorgen dat dit veel sterkte gaat vertonen. Je hebt dus een heel groot level hierboven. Dat ligt bij die 122 index. Ik denk dat dan, als we hier helemaal naartoe gaan, dan vinden we bodems bij de crypto. En hier, als we hier ook zijn, dan is het nog steeds heel voorzichtig geworden. Maar je ziet dat het plaatje veel groter is dan heel veel mensen denken. En dat we nu eigenlijk deze, die 20 jaar, deze oranje vips, nu aan het eigenlijk bijna volbracht hebben. Die retracement vips. En dan kun je natuurlijk naar die extension tool vips gaan. Die heb ik hier in een klein, dat noemen ze vaak de bankers trade. Move up, je breekt die move. En dan ga je hier die extension tool vips en die heb je exact geraakt. En we zijn nu op weg naar die 4.26 bij de 111.55 index. Daarna heb ik hier die extension tools. En die vloeien super mooi samen met die 0.68 hier. De 0.83 hier. En hier heb je nog een veel gekkere crypto vip. Maar het laat maar zien dat er nog genoeg levels zijn en dat er echt nog wel genoeg drama kan komen. Het enige positief is dat we al heel veel drama hebben gehad. En dat we dus al heel veel sterkte hebben gezien. En een unsustainable move zien. Dus het blijft opletten. We gaan het weekend in. Dus het weekend gaan we sterk in. Dat kan meerdere dingen betekenen. Je kan ook op het einde van de avond dat deze wat meer naar beneden vloeit. Ja, je moet gewoon hopen dat het hier gaat range of een top hebt gevonden. Want we hebben hier het teken dat we geopend en gesloten zijn met twee daily candles onder die blauwe moving average. Dus hopelijk gaat het ook doorspellen dat dat ons teken is dat we hier ergens dat resistance gaan vinden en naar beneden gaan. En dat we dus wat lucht in de crypto en bij Bitcoin kunnen verwachten. Nu ben ik echt serieus vergeten of ik CoinMers naar voren heb gehaald. En ik denk het wel, maar ik wil CoinMers nog één keer naar voren halen dan. En zo, als ik dat niet heb gedaan. CoinMers die sponsort de video's tegenwoordig. Dus hartstikke bedankt voor het sponsoren. We hadden het net over een Luna. CoinMers heeft meer dan 200 coins waarin je kan handelen. Je kan er Nederlands tegen praten voor degenen die dat fijn vinden. Je kan er ook met iDeal gewoon een Bitcoin kopen. Dus het is allemaal voor de makkelijkheid top. En voor de veiligheid nog topper. Ik kreeg gewoon veel de vraag waar, op welke exchanges heb jij je geld staan? Niet dat ik dan meteen alles vrijgeef, maar ik heb meerdere exchanges en CoinMers is daar nu de grote van. Ik krijg een commissie als je op de link van in de beschrijving van de video een account maakt. Die commissie ga ik opsparen en dat ga ik verdelen onder jullie. Ga ik volgende week gewoon het account opengooien zodat je ziet hoeveel het is. Het was nu nog een €2,49. Maar daar gaan we natuurlijk heel veel van maken als jullie accounts maken, gaan traden. Ik ga traden erop. En dat gaan we dan, ga ik dan allemaal verdelen onder jullie. Onder de Bulls and Bears leden. Dus als je daar een account aan maakt en bijvoorbeeld in Luna wilt traden. Ze hebben een Luna, maar ze hebben ook de Luna Classic. Als ik die wil, ik vind die Luna Classic gewoon een iets fijnere coin-up trading view. Omdat er meer informatie over, of tenminste een betere grafiek van te vinden is. Maar je kan het hier dus makkelijk kopen tegenover je dollar, tegenover je euro, tegenover je bitcoin. Je kan het verkopen. Bij je verkoop kun je gewoon een stop loszetten. Dat is heel veilig om te doen. Je kan het swappen. Ze hebben dus stukjes earning, staking en zodoende kun je er heel veel leren. Zoals een fysieke winkel om meer informatie te krijgen.
Dus vergeet geen account te maken via de link van de beschrijving onderaan de video. Ik heb er altijd heel veel andere handige linkjes staan. Dus vergeet het ook niet te bekijken. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. En je mag me overal op delen. Zodoende kan ik je alleen maar bedanken. Mijn dank zal aan het idioot van video's grenzen. En ik zie jullie hopelijk gauw snel weer terug. Adios en een heel fijn weekend. En ook weer tot snel in het weekend. Adios.